En dan wil ik nu eigenlijk vragen, Sabine, nou, jij bent totaal gepassioneerd door het verbeteren van de zorg. Maar mensen kennen jou misschien vooral als een voormalig politica. Als CDA-Kamerlid heb je furoren gemaakt. Maar waar komt jouw passie voor de zorg vandaan, Sabine? Nou, ik ben van huis uit, zoals het dan heet, verpleegkundige. En ja, ik heb echt een enorme liefde voor kwetsbare mensen. Maar hoe kunnen we zorgen dat mensen die kwetsbaar zijn, toch de regie kunnen houden, ook al zijn ze zo kwetsbaar? Dat vind ik een heel boeiend vraagstuk. Dus niet overnemen van zaken, maar zorgen dat je mensen als het ware stut om te zorgen dat zij toch kwaliteit van leven kunnen ervaren, ondanks het feit dat ze gehandicapt of beperkt zijn of ziek zijn of geestelijk, psychisch lijden hebben. En dat Ja, heeft me altijd geboeid, ja. dat is ook ontzettend boeiend. Maar wat mij ook boeit aan jouw cv, Sabine, is dat je niet alleen in de zorg hebt gewerkt en politica bent geweest, maar mensen zouden je kunnen kennen van The Voice of Holland, waar je mee hebt gedaan, als ik me goed herinner. Ga niet zingen vanavond, Nee, Arco. maar je hebt wel ook een hele grote hobby. Ik heb wel eens optreden van jou gezien. Je speelt ook, je maakt muziek, je speelt in een band, in een rockband zelfs. Dat multitalentvolle wat je hebt, die verschillende dingen die je doet, hoe helpt jou dat nu in jouw werk, hè? Want je vervult nu bestuursfunctie in de zorg, je bent adviseur in de zorg. Hoe helpt het jou dat je al die perspectieven hebt in jouw werk? Nou ja, weet je, voor mij is het heel belangrijk. Ik zeg wel eens van, ik heb geen werktijd, ik heb geen privé-tijd, ik heb maar één tijd. En dat is mijn tijd. En door zo te leven en zo'n mindset te hebben, hou je het ook vol. Dus voor mij is het nooit zo dat het ene potje overloopt of zo, of het andere potje leeg. Want ja, ik ben zelf ook voor ook de regie over mijn leven. En door dat zo in te steken, ja, floot het als het ware een beetje door elkaar heen. En ben ik wel verschillende Sabine, zeg maar eigenlijk ook weer dezelfde. En door zo congruent te zijn met mezelf en altijd mijn hart te volgen, maakt het ook dat ik zoveel dingen tegelijkertijd kan en door elkaar doe. Maar eigenlijk komt het wel allemaal op hetzelfde neer, Arco, namelijk compassie en passie hebben voor de dingen die ik doe. En altijd bewust en vol met mijn hart, zeg maar, de dingen doen die ik doe. En Kijk. dan kan je de boel goed combineren en hou je het ook lang vol. Kijk. Ja. Dankjewel. Ik ga even naar Joris. Want Joris, jij bent van Professional People. En we werken nou met jullie als Semco Stijl Instituut met Professional People samen om ook weer de zorg te verbeteren. Ook die patiënt centraal te stellen. Maar jij vliegt dat op een hele andere manier aan dan Sabine met een andere achtergrond. Wie is Joris? Ja, nou ja, wie is Joris? Ik heb eigenlijk als rode draad in mijn leven wel dat ik werken aan zich altijd een beetje raar heb gevonden. Dat wilde ik ook nooit eigenlijk echt gaan doen. Daarom dacht ik word muzikant. Maar dat is niet gelukt. En toen dacht ik, jawel, van ja, hoe kan ik nou vanuit een andere kant iets betekenen voor iets waarvan ik in de privésfeer heb gemerkt dat daar juist heel veel dingen in verkeerd gaan. Dus mijn aanvliegroute is veel meer vanuit de persoonlijke situatie met mijn zusje, die meervoudig gehandicapt is. En vanuit een thuisbegeleiding vanuit mensen die via PGB bij ons kwamen, hun werk eigenlijk kwamen doen, merkte ik dat zij zeiden, joh, als ik bij je ouders gewoon de ruimte krijg, dan vind ik het ineens hartstikke leuk. En terwijl ik dacht, joh, dat is raar, want dat is toch eigenlijk wat jouw werk in je woonvorm, in dit geval in de gehandicaptenzorg, ook inhoudt. Dus wat maakt nou dat dit zo leuk is ten opzichte van, zeg maar, het klassieke, wat je kent in je organisatie? En eigenlijk was het antwoord heel kort. Jouw ouders zeggen, daar ligt de portemonnee, je hebt er verstand van en doe iets wat leuk is voor jullie allebei. En in mijn organisatie heb ik last van management. Dat is even heel, heel kort door de bocht. Ja. Toen dacht ik, ja, dat kan niet waar zijn. Hè, op het moment dat je van professionals vraagt, lever een emotionele dienst. Wat je eigenlijk, hè, dat appel doe je, terwijl je alles vanuit de ratio aan het inrichten bent, dan zie je dat professionals zich in de knel geplaatst voelen. Toen dacht ik, nou, als ik iets kan doen op een gegeven moment vanuit, om daar een beweging in te krijgen, dan ga ik dat absoluut niet nalaten. Waardoor we dus nu vanuit Professional People samen met Semco Sal Instituut aan het kijken zijn of we de zorg niet radicaal anders kunnen organiseren. Want we hebben het vaak over de zorg, maar ik zei laatst ook bij een klant van me van ja, eigenlijk zijn jullie net als de Efteling, alleen toevallig doen jullie ook nog iets van zorg. Dus het verschil maak je niet op je zorg, maar op het andere. Maar daar ben je wel op ingericht.
die doorbraak proberen wij te maken. Ja, ja, dat klinkt natuurlijk heel idealistisch, maar ook heel, heel mooi. Maar je hebt ook al de link met het woord manager gelegd. Daar heb ik van Jaap Peters, die het boek De Intensieve Menshouderij heeft geschreven, geleerd. Joh, Arco, zei hij, het woord manager, dat komt van het woord manege. Dus kijk ik er wat anders tegenaan. Maar tegelijkertijd, veel van mensen is toch nog steeds een droom om een managementfunctie te bereiken. En daar wordt ook verrekte hard voor gestudeerd om dat te kunnen. Waarom staan managers dan in de weg? Terwijl heel veel mensen toch eigenlijk heel graag manager zouden willen zijn. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het gemiddelde managementdenken komt wat mij betreft nog te veel voort uit het scheiden tussen denken en doen. Want natuurlijk in de opkomst van de industriële revolutie werd dat een beetje de trend. Waarbij je juist ziet in een kenniseconomie of in een dienst waarbij je juist je volledige mens eigenlijk juist moet kunnen inzetten, gaat dat spaak lopen. Mm-hmm. Wat ik zie is dat in de zorg, en daar ben ik gewoon heel eerlijk, zie ik op dit moment nog te veel managers die manager zijn omdat ze informatie hebben die anderen nog niet hebben. Dus het kan niet zo zijn dat de informatie voorsprong maakt dat jij een heilig hachje hebt. Mm-hmm. Plus, dat, en dat vind ik een kwalijkere, er zijn ook heel veel, en dan heb ik het meer over teamleiders, die wellicht wel aanvoelen, joh, hoe het nu bij mij is georganiseerd, dat hou ik niet de rest van mijn leven vol. En dan zou het fijn zijn als ik nevenactiviteiten of in een leidinggevende positie terecht kan komen. Terwijl in de essentie zijn zij gewoon een stuk van hun vak en hun werkplezier verloren door de manier hoe het georganiseerd is. Okay. En ik merk dan, als je het hebt over klassieke organisaties, dat er dan relatief veel managers rondlopen die kopiëren wat zij in het verleden zelf ontvingen aan leiderschap. Ja, het zijn dus oude patronen die we als het ware herhalen. Ja. Sabine, ja. Jij hebt echt een hart voor de zorg, zei je, doet alles met passie. Dus je zegt ook, ja, dan hou ik het ook allemaal vol, wil ik doen. Hoe zou het volgens jou, hoe zouden we dingen anders kunnen organiseren op een manier dat mensen in de zorg het ook volhouden? Dat we niet meer het hoge ziekteverzuim hebben, maar dat die bevlogenheid die mensen vaak aan het begin van hun carrière hebben, dat die behouden blijft tot ook het einde van de carrière van zorgprofessionals. Hoe zou je dat kunnen doen volgens jou? Nou ja, wat natuurlijk belangrijk is, dat je ook een appel doet op die passie, hè, waar ik het over had. Dat passie, de compassie voor anderen en de passie, dat moet tot uitdrukking kunnen komen in het werk wat je doet. Wat heel opvallend is, ik ben ook docent geweest, je leert de leerlingen niet om volgens alleen maar protocollen en systemen te werken. Je leert de leerlingen om compassie te hebben, om hoe je met verschillende patiëntencategorieën mensen omgaat. En dus, een mens is ook een patiënt, maar is ook een mens met een totale context en een familie en een verleden. En dan kom je in een systeem terecht en dat is toch best wel een normatief systeem. En wat Joris net zei van, ja, de managers doen, ik ben ook manager geweest, ik heb alle lagen. Ja, je komt in zo'n systeem en het is een normatief systeem. En we hebben in Nederland altijd over normen en waarden, maar we moeten het eigenlijk hebben over waarden en normen. Want uit de waarde volgt de norm. En ja, dan heb je allerlei kwaliteitskaders, ook nu weer. Hè, kwaliteitskader wijkzorg is nu bijna een feit. Maar dan is het aan ons allemaal, dus ook de mensen op de werkvloer, de managers en de bestuurders, dus niet alleen maar wijzen naar die bestuurder en die manager, maar ook naar jezelf. Wat gaan we ervan maken? Welk feest gaan we hiervan maken? Ja. En dan zijn we als mensen toch wel geneigd om heel gauw dan ook weer een houvast te zoeken. En wie gaat mij dan vertellen hoe ik dit dan moet doen? En daar denk ik wel eens, Arco, van als we dat plezier willen terugkrijgen in die praktijk, dan moeten we op al die lagen moet er een wissel om. En ik heb wel het gevoel, maar ik ben ook nieuwsgierig hoe Joris dat ziet, of misschien de mensen die meekijken, dat we in een soort paradigma shift zitten van, net zoals met de industriële revolutie in de informatie en de digitalisering, naar een andere manier van kijken naar mensen en zorg. De echelons gaan wegvallen, houvast valt weg, en dan blijf jij alleen over. Dus ja, als mens krijg je nu heel veel kans, ook als professional, om die ruimte te pakken, maar heb jij het lef? En ik denk van als we met elkaar zien en niet wijzen van die doet het niet goed of dat moet anders of de overheid moet zo. Maar vooral ook naar onszelf kijken. Wat kan ik als professional in mijn sorrow-cirkel, de circle of influence, wat kan ik daar voor verschil maken voor die mens? En ik denk dat we ook, ja, je kan heel groot kijken, maar in een paradigma shift, maar ook heel erg klein. Wat kan ik daar als mens naar mens
kan ik ertoe doen om dat setje te geven? Dus als je zegt van ja, hoe krijgen we de passie terug? Dan denk ik toch dat het allemaal bij onszelf begint. En welke laag van de organisatie ook functioneert. Ja, ja, hoe je van betekenis kunt zijn voor de mensen direct om je heen. Ja. Nou had je het over waarden en normen. Dat is een van mijn favoriete thema's. Hè? Want waarden geven richting en normen werken vaak beperkend. En waarden zijn universeel, tijdloos, niet cultuurgebonden, niet plaatsgebonden. Terwijl normen juist plaatsgebonden, tijdgebonden, cultuurgebonden zijn. Maar welke waarden zouden we nou volgens jou moeten uitvergroten in de zorg? En welke normen zitten daarbij in de weg? Dat is ja, wat voor waarden moeten we uitvergroten? Ik denk dat we het in het kleine moeten zoeken. Ik denk dat de waarde van menselijk contact, gewoon het oprecht iemand zien, het oprecht naar iemand luisteren, dat is zo waardevol. En we zijn vaak geneigd, ook in organisaties, om de boel maar onder controle te houden en risico's te beperken, dat het gaan zoeken in die normen. Zeg van, veiligheid is dan een waarde. Maar de norm is dan dat bepaalde zaken worden afgevinkt om het in de gaten te houden dat het dan, dat het dan ook werkt, de veiligheid. Maar ja, veiligheid is natuurlijk veel meer dan alleen veiligheid. Daar zit ook nog weer een waarde aan vast. En als je zegt van wat is dan één ding, nou, ik wou dat ik het had verzonnen, want dan kan ik iedereen daarmee helpen. Maar ik denk dat het juist een zoektocht is van ons allemaal als professional in die zorg. Wat is waardevol? Alleen dat gesprek voeren al elke. We stappen heel gauw over naar de norm en hoe gaan we het doen en wat gaan we er doen. En ik vind het zo mooi van die golden circle Simon Sinek, moet ik zeggen. Ja. Wat is nou de why? Laten we stilstaan in deze hectische wereld en ons afvragen waarom. Wat doet er nou echt toe? Ja. En ik denk als we lef hebben om alle niveaus deze vraag te stellen, ja, dat we dan het antwoord ook, wat is dan de waarde voor jou, ook wel kunnen vinden. Ja. En Joris, jij ziet vanuit Professional People ook ontzettend veel zorginstellingen van binnen. Daar loop jij rond en daar kom jij en je spreekt de leiders. Maar je zit vaak ook wat dieper in de organisaties. Ja. Dieper is natuurlijk een heel ouderwets woord, maar dat gebruiken we dan nog. maar welke normen zie jij eigenlijk die vaak in de weg zitten? En hoe denk jij dat het beter zou kunnen? Ja, nou ja, wat ik vaak zie is dat er toch vaak oude patronen de boventoon voeren. En dan richt ik me nu even heel specifiek op bijvoorbeeld de ouderenzorg. Daarin zie je dat, ik ben nu bijvoorbeeld op een expeditie gegaan met een aantal teams, waarbij zonen en dochters hebben meegeschreven in wat willen wij nou eigenlijk van deze zorgorganisatie. En we moeten, wat Sabine net ook zei, het heel klein zoeken. En dan staan er echt letterlijk dingen in motivatiebrieven. Zoals, mijn vader verschoonde ook niet één keer in de zoveel dagen zijn beddengoed. Wij vinden het als gezin helemaal prima als dat één keer in de maand gebeurt. Dus als wij op bezoek komen en het is niet schoon, als die wel in die week naar de paarden heeft kunnen kijken. Terwijl de norm is, we zijn heel druk met z'n allen met de zaken op orde. Terwijl, en dat bedoel ik meer, zeg maar, ook in de, ik noem dat dan de rationele kant van het werk. Terwijl daardoor de emotionele kant van het werk ondersneeuwt. Want er is geen tijd meer voor. En de norm is dus, wij zijn met z'n allen druk met dingen doen. En het is voor een professional in een team een stap om dan gewoon de tijd te nemen met iemand te gaan zitten. Terwijl anderen heel druk rondlopen. Van wat is nou eigenlijk echt werk? Dus wat vraagt die cliënt nou echt? Ja, als je terugvraagt aan iemands leven, goh, wat was voor jou nou waarde? Komt nooit iemand met een heel rationeel koud verhaal. Die komen met iets warms. Dat zit in een gesprek, in een arm om iemands schouder, in hele kleine dingen. Terwijl de norm is, we zijn druk met, nou, bijvoorbeeld wat Sabine net ook aangaf, er gebeurt iets en we creëren een nieuwe norm. In de praktijk betekent dat vaker komt een formulier bij. Terwijl het gesprek over de achterliggende waarden wordt overgeslagen en voor je het weet, hebben we een formulier erbij en 5 jaar later weet niemand waarom dat formulier er eigenlijk is. Ja, ja. Je creëert voor je het weet een papieren loop, waarin er weer een uitzondering komt op dat formulier. En ondertussen is ondersteunende diensten ontzettend druk. Ja. Ja, het is vaak ook de regelparadox of de regelreflex, zou je haast zeggen. Elke regel levert namelijk een uitzondering op. En dan ga je voor de uitzondering regels bedenken. Waardoor eigenlijk het effect van elke regel is dat er minstens 2 regels bijkomen.
Ja. En dat is bijzonder grappig om te zien, maar uiteindelijk is het ook heel belemmerend. Ik zie een leuke opmerking van zeggen? Sorry, ja, ik zie een leuke opmerking van Jaap ook. Die getypt heeft. Je hebt al gereageerd je met hem eens bent, Sabine. Maar Jaap zegt, ik denk dat er parallel te trekken is naar onderwijs. Meer vertrouwen, meer loslaten in plaats van beheersen en controleren. En dat gecombineerd met het lef om verschil te maken. Ja, ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn, Jaap. Maar misschien, Sabine, hoe kun je dat lef faciliteren? Ja, weet je, ik vind het zo ontzettend leuk. Ik was vandaag dagvoorzitter op het congres van de wijkzorg. Nou, de wijkverpleging heeft een nieuw kader neergelegd. En minister Hugo de Jonge was er ook. En dat ging natuurlijk over de regelepidemie. Dus iedereen kijkt dan de overheid aan. En Hugo gaf aan van, of de minister moet ik zeggen natuurlijk, die gaf aan van, goh, ik heb dat onderzocht en ik kom erachter dat wij als vijf minuten regeling, hè, 5 minuten registratie in de wijk nog steeds. Mijn voorganger die zei, goh, maar dat had ik al afgeschaft. Weet je, terwijl hij er een nieuwsitem over, maar dat had ik al gedaan. Dus er is ook iets heel bijzonders aan de gang in die praktijk. Blijkbaar, en dat appelleert ook aan het stukje wat we zeiden over risicobeperking en wat Jaap ook zei, van goh, het vasthouden en het willen beheersen. We moeten ook naar onszelf kijken. Dus we kunnen met elkaar roeptoeteren over regels die aankoeken. Maar zolang we dat blijven zeggen en we doen er niks aan, gebeurt er niks. Dus ik denk inderdaad dat we allemaal nogmaals op elk niveau lef moeten hebben om te kijken van wat gaan we dan ook daadwerkelijk loslaten. Zodat we tijd en ruimte overhouden voor die waarden. En dat is natuurlijk ook wat Joris zegt, dat waardevolle gesprek. Want een gesprek, toen ik in de wijk werkte en met mijn fietsje langs de boerderijen ging, toen was er een dame, die moest ik onder de douche doen en van alles nog verzorgen. En ik zag aan haar ogen dat er iets was gebeurd. En toen zei ik van, zullen we een kop koffie drinken of wilt u onder de douche? En was de keuze een kop koffie. En ik voelde me daar goed bij en ik kon het namelijk verantwoorden. Maar tegenwoordig heb je allemaal registratiesystemen. Als jij niet letterlijk registreert wat je gedaan hebt, krijg je salaris niet. Er zijn in Nederland nog van dat soort systemen. Dus was vanmiddag een hele mooie discussie kwam er op gang, onderling bij de wijkverzorging en de wijkverpleging. Maar wij zitten in een systeem. En dan toch is het de vraag, wat doe jij eraan? Ga jij naar je bestuurder toe en zeg je, moest horen, jouw systeem klopt niet, want ik kan de waarde niet leveren. Dus uiteindelijk onder de streep, zal jij als organisatie slecht scoren. Ook bij het aannemen van nieuwe mensen, Joris. Hè? Want je bent geen aantrekkelijke werkgever als jij een laag op die laag scoort. Dus we moeten met elkaar het besef hebben dat we systemen moeten doorbreken. En dat betekent ook lef en daadkracht. Ik ben van harte met Jaap eens. En dat begint bij het onderwijs. Dat is een pakketje dat je meekrijgt. Om door die lode deuren te gaan. Ja, maar dat vraagt natuurlijk heel veel leiderschap. Wij zitten in een pand in Amsterdam. Er staat op de muur een hele mooie quote van Keynes, de oude econoom. Die zei, mensen hebben helemaal geen moeite met het oppikken van nieuwe dingen. Maar ze hebben juist moeite met het afschudden van het oude. Het loslaten van de oude patronen. Wat is hiervoor nodig? Wat vraagt dit voor leiderschap? Wat moet er anders in de zorg? Ik kom zo bij jou, Joris. Eerst Sabine, dan bij jij. Het doet me zo denken aan toen ik nog in de gehandicaptensector werkte. En toen was ik manager, durf het haast niet te zeggen, van de paramedische agogische dienst. En mijn artsen hadden het heel zwaar. En ik heb hun een digitaal systeem gegeven. Ik denk, nou, dat is fantastisch. 1 druk op de knop en alles recepten weg. Digitaal chatten met elkaar. Top voor elkaar. Maar ik zag dat ze het steeds zwaarder kregen. Totdat ik na een tijdje, want ik vroeg wel, het gaat goed, maar wel heel druk. Na een tijdje kwam ik erachter dat ze naast het digitale systeem ook nog de papieren dossiers bijhielden. Omdat ze het oude niet konden loslaten. En dan kan je zeggen, daar kan je op lachen, maar het was dan weer een tijdje terug. Maar op dat moment, zij voelden zich zo verantwoordelijk, want ze hebben de eed afgelegd. Dat als het crasht, kunnen ze niet terughalen waarvoor zij hun verantwoordelijkheid moeten dragen. Dus je verplaatsen in waarom dat mensen dingen doen is heel belangrijk. Maar ook de backup hebben van een leidinggevende die zegt van, maar ga maar digitaal, ik sta garant voor je. Dus je voelen dat je veilig voelen in een systeem, dus ook bestuurders met lef hebben. En dat vraagt ook raden van toezicht met lef, Arco. Want daar zou ik nog wel, daar heb ik wel moeite mee, hoe de raden van toezicht op dit moment functioneren.
Ja, ik heb zelf dat ook meegemaakt. Je ziet dat door de nieuwe governance en sinds de code tabaksblad en dat soort regelingen, dat vooral commissarissen en andere toezichthouders zich enorm zorgen maken, ook over hun eigen hachje, om het zo maar te zeggen. Ze zijn daardoor erg bang om fouten te maken. Kijk, en ik heb geleerd, als het schemert aan de top, is het duister in een organisatie. Maar er ontstaat heel veel schemering door inderdaad angst om fouten te maken aan de top. Joris, jij zit ook in veel van dat soort settings. Hoe zou je kunnen zorgen dat die bestuurders wel weer ruimte geven om te experimenteren? Hè? Zodat dat lef om verschil te maken, waar Jaap aan refereert, hè, net, dat we dat voor elkaar krijgen. Wat zou daarvoor moeten veranderen? Ja, nee, dat is echt eigenlijk een enorme paradox wat we van bestuurders vragen. Ik had het vanochtend nog aan de hand met een bepaalde bestuurder die wel heel graag wil. En aan de andere kant het toch ook al ontzettend eng vindt. Want wat je uiteindelijk van iemand vraagt is, geef de ruimte. En bottom line ben je wel eindverantwoordelijk. Naar buiten toe en naar je raad van toezicht. En dus je kunt ook aan een bestuurder vragen, en dat is ook de vraag die ik dan vaak letterlijk stel, van wat moet jij minimaal controleren om maximaal vertrouwen te geven? Want de aanname dat ze alles zomaar gaan loslaten, dat gaat toch nooit werken. Zeker niet in de omslag waarin we nu zitten. En dan merk je dat een bestuurder vaak vrij goed kan aangeven van als ik dit en dit en dit mondjesmaat gevoed krijg, joh, dan kan ik het lekker laten gaan. Maar als ik in de schaduw blijf, want ik moet het loslaten, dan vind ik het doodeng. En dat is natuurlijk ontzettend logisch. Wat ik vaak de parallel probeer te trekken is eigenlijk met hoe doe jij het in je eigen gezin? Ja, dat is wel grappig. Je vroeg net ook van wat vragen wij nou eigenlijk van managers en wat moet daarin gebeuren? Managers in de zorg, ook heel vaak vrouwen, hebben ook gewoon een gezinsleven daarnaast. Ze zijn eigenlijk manager op twee plekken, zou je bijna kunnen zeggen. Ik zeg, nou, wat leer je nou uit je privésituatie, wat je eigenlijk zo op je werk kunt plotten? Heel klein voorbeeld. Je hebt kinderen en je weet, op langere termijn moet ik ze wat fouten laten maken in een bepaald speelveld, daar worden ze beter van. Terwijl we vaak van een manager soms het beroep op doen van ja, je wordt afgerekend op, ik noem maar even, productie, registratie en mogelijk nog incidenten. Ik ga even heel kort door de bocht. Wat gaat een manager dan doen? Die gaat alles in principe doen om te voorkomen dat niet in orde is. Waardoor de kans vrij groot is dat het lerend vermogen van zo'n team er niet meer is. Dus waarom doet een team dingen? Nou, ze vaak krijgen ze dat onvoldoende door, omdat de manager eigenlijk wat vlieg aan het afvangen is voor zijn eigen hachje. Dus wat ik dan in zo'n systeem van een organisatie probeer is, hoe kunnen we nou een manager gaan belonen voor de ruimte die die geeft? En hoe gaan we dat monitoren? Dus het eigen belang van een manager om dit te willen, is vaak nog haaks op hoe ze nu aangestuurd worden. Ja, ja. Je begon net het webinar met dat managers vaak hun rol ontlenen aan meer informatie. Hoe zou het helpen in de setting die je nu schetst? Hè? Dat zo'n manager een eigen doel heeft en daarmee in de slag wil. Hoe zou het helpen als iedereen in zo'n team dezelfde informatie heeft als hij? Welk verschil zou het maken? Ja, dan krijg je natuurlijk veel meer loyaliteit, betrokkenheid. Men voelt ruimte dat ze zelf ook iets kunnen aandragen. Want het is niet zo dat dat allemaal van bovenaf komt. Nee, dat ook blijkbaar doen we dat gezamenlijk. Dus de randen van het zwembad samen bepalen en vervolgens kijken hoe kunnen wij dat nou gaan invullen als team, geeft enorm veel energie. De Arbe-Unie heeft vorig jaar nog onderzocht dat de zorg een grote probleemsector is op dit moment, met eigenlijk als enige echt harde conclusie, omdat de autonomie van het werk afneemt. Dus de zeggenschap neemt af. Sabine zei het net ook, ja, we vertrouwen allerlei systemen eigenlijk. De grap is dat, wat ik vaak merk, is dat men in organisaties eerder het systeem en de grafiek vertrouwt dan elkaar. Ja, ja. Eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, ik ben soms wel heel zwart-wit en ik chargeer ook wel bewust. Nou, maar dat is voor een webinar wel leuk, om een beetje te chargeren. Dus chargeer nog meer als je wil. Ja, maar dan denk ik, ja, dan gaan we met z'n allen ons blind sturen op, ik noem het dan vaak Excel-sheet-terrorisme. Maar we hebben 23 Excel-tabbladen en dan hebben we controle. Terwijl het daadwerkelijke gesprek met 9 random mensen op een locatie vaak een heel ander inzicht geeft. Ja.
Toch zijn er in juist in de zorg ook natuurlijk hele kritische processen. Bijvoorbeeld met de medicijnen bijvoorbeeld kan je natuurlijk geen enkel risico nemen. Hè, want dat moet op de juiste volgorde liggen. En, hoe kan je nou zorgen dat je dus die ruimte biedt voor mensen om dus meer vanuit die waarde te werken. Terwijl je toch die hele belangrijke dingen waarborgt. Kunnen geen fouten meegemaakt worden. Nee, dat klopt. Fouten voorkomen wil niet zeggen we hebben systemen in te richten. Want ik heb er echt blind vertrouwen in dat iedereen die in de zorg rondloopt en die vanuit passie zijn vak heeft gekozen, weet ongetwijfeld welke dingen wel oké zijn en niet oké zijn om te doen. Maar vaak is het zo dat het verkeerd belonen van een fout, oftewel afstraffen, in het verleden, maakt dat men zich nu maar op die systemen richt. Heel klein voorbeeld, ik ken een organisatie, medicijnveiligheid, wat je net aangaf, dat liep niet. Er kwamen door medicijnveiligheid. Er was een issue in die organisatie. Nou, het traditioneel denken is, onze controlemechanismen kloppen niet, er komt een formulier bij. Op die manier zal het dan beter moeten. Nou, het tegendeel was waar, het werd er echt niet beter op, misschien nog wel minder. Want men ging zich eerder op het formuliertje richten dan wat zijn we nou eigenlijk aan het doen. Nou, even heel flauw, hè? Toen hebben ze bedacht, we gaan dat allemaal schrappen en we gaan leren uit wie is de mol. Oftewel, er is één iemand in de week die gaat het medicijnveiligheidsbeleid vernachelen. En de teamcoach of een teamleider die wijst die persoon aan. En die bepaalt dus eigenlijk, net zoals een moeder in een gezin, binnen deze kaders kun jij op je bek gaan en dat is oké. Okay. En die persoon werd dus eigenlijk uitgedaagd om het medicatieveiligheidsbeleid te vernachelen. Eind van de week wordt er gestemd, gewoon in een schoenendoos met een post-it. Kost een euro bewijzen van, wie was nou deze week de mol? Schrijf de naam op en het gedrag wat je zag. Nou, ik geloof dat ze binnen een maand of binnen 2 maanden een enorm effect hebben bereikt wat ze het half jaar daarvoor met allerlei richtlijnen en formulieren niet bereikt hadden. Oftewel, het vertrouwen zit niet in een controlemechanisme, maar in het gesprek hebben met elkaar. En als je dat kan doorbreken, dat het wel oké is om een fout aan te gaan, dus eigenlijk moet je ook gewoon, zet een incident wat mij part op de zeepkist en kijk vervolgens wat je er met z'n allen van kan leren, in plaats van dat het weg wordt gemoffeld. Ja, ja. Dus in dit geval hebben ze er eigenlijk gewoon een spel van gemaakt. Ja, doet mij denken aan een situatie heel lang geleden. Ik had ons bedrijf, ik ben internetondernemer geweest, zoals jullie misschien weten. En we hadden ons bedrijf Euronet verkocht aan Frans Telecom. Maar met Euronet wisselden wij best wel belangrijke informatie uit met de concurrent, namelijk Access4All. Wij hackten elkaar systemen om zo de veiligheid te testen en te toetsen en te verbeteren. Daardoor waren wij allebei de 2 veiligste internetproviders van het land. Maar Access4All werd overgenomen door KPN, wij door Frans Telecom en deze 2 corporates. Het eerste wat ze afschaften was kennis delen met de concurrent. En daarna is het eigenlijk nooit meer zo veilig geweest als het was. Ja. En zo zie je dus dat je soms hele rare denkfouten kunt maken door inderdaad niet vanuit vertrouwen te werken, maar vanuit wantrouwen en controle. Ja. Ik wil even 1 mededeling. Het is nu bijna 9 uur, we hebben nog een kwartier en ik zie nog geen vragen in de chat. Het kan zijn dat alles zo duidelijk is dat u geen vragen heeft, beste deelnemers, maar... Goed teken, Akko. Wat zeg je? Is dat een goed teken? Ja, of juist niet, ik weet het niet. Dat kan ik niet beoordelen. Maar als u vragen heeft, stelt u ze gerust, want nu kan het. En we beantwoorden ze graag. Dus kom rustig door met uw vragen. Ik ga nu even naar Sabine, want jij noemde al eventjes het werkgeverschap. Het aantrekkelijk werkgeverschap. En we weten, we zitten nu in een arbeidsmarkt die bijna overspannen aan het raken is in Nederland. We zitten in een vergrijzend land waarbij eigenlijk het aantal werkende mensen toch relatief gaat afnemen. Terwijl het aantal mensen wat zorg nodig gaat hebben de komende decennia gaat toenemen. Daar komt een mismatch. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat er juist ook in de zorg voldoende mensen worden aangenomen die het werk ook kunnen doen. Ja. Aantrekkelijk werkgeverschap cruciaal, maar misschien dat we ook wel door ons anders in te richten het werk niet alleen leuker kunnen maken, maar zelfs dat minder mensen zouden kunnen doen. Wat is jouw visie daarop? Wat is aantrekkelijk werkgeverschap in de zorg volgens jou? Nou, voor mij, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je ook ambassadeurs hebt. He, dus ik heb in de psychiatrie gewerkt. Er was 1 afdeling en iedereen wilde daar werken.
En waarom? Dat het gewoon plezier uitstraalde. Het was een van de moeilijkste afdelingen, acute psychiatrie of acute psychoseafdeling. Maar er zat een leidinggevende op die ruimte gaf. Er waren verpleegkundigen die hun professionaliteit serieus namen en daar ook echt voor stonden. Ook die voor patiënten door het vuur gingen. En het straalde gewoon af op het hele ziekenhuis. Terwijl ze onder dezelfde systeemeisen vielen dan de rest. Op een of andere manier straalde dat ook dat plezier uit. Goed werkgeverschap heeft dus wel met plezier te maken, Arco. Ik denk, en dat plezier betekent niet dat je elke dag rollenbollen voor het lachen over de gang moet. Maar dat je wel met elkaar op zoek gaat van, ja, waar haal ik mijn energie hier uit? En dat is ook samen met die patiënt kijken van, hoe gaan we het hier inrichten? Want we zijn ook als professional heel gauw geneigd om te denken dat wij wel weten hoe het moet. Wat ik heel mooi vind, is dat Progressional People ook bezig is in de gehandicapte sector, geloof ik, Joris. Hè? Yep. Om samen met cliënten te gaan kijken, welke mensen gaan we nou aannemen? Dat ook degene die de zorg ontvangt betrokken wordt bij, maar wie wil jij nou eigenlijk aan je bed en aan je stoel? Nou, het is bijna alsof de schellen van je ogen vallen, ja, dat we daar nooit aan gedacht hebben. En zoals Hugo de Jong ook zegt, we moeten niet meer van hetzelfde, maar we zullen het ook echt anders moeten doen. Ja. Dus hoe kunnen we niet alleen de oude systemen in stand houden en weer zorgen dat je het aanvult, maar hoe gaan we met elkaar echt ook anders organiseren? Ja. En ik vind het een hartstikke leuke tijd, want dat is chaos, dat is creatie. We zijn genoodzaakt, hè, want de urgentie is ontzettend hoog. We moeten wel anders nu. We moeten naar een soort transitie, een nieuw paradigma. En dat betekent misschien ook wel dat we oude zaken moeten loslaten. Dus alle hokjes denken, wat ik al zei vandaag bij de wijkverpleging ook. Nou ja, u bent mij vergeten, ik ben ZZP'er in de wijk. Oké. Ja, maar u bent mij ook vergeten. Ik ben technisch verpleegkundige in de wijk. Maar jullie zijn toch allemaal wijkverpleegkundigen? Nee. We zijn zo gespecialiseerd dat we bijna dat we geen generalist meer willen zijn en durven zijn. Dan moet je ook oppassen dat je te generalistisch wordt. Maar laten we vooral kijken wat mensen nodig hebben. In plaats van onze eigen ego's zeg maar in stand te houden. Ja. Wat hebben dat volgens jou ook de essentie van de patiënt centraal stellen? Wat je nu zegt? Ja, de patiënt betrekken ook bij dit soort dingen. Ja, het is eigenlijk zo logisch, maar we doen het onvoldoende. Ook eisen van opleiding. Het gaat allemaal volgens bepaalde kamets en systemen en wat daar moet voldoen. En dan gaan we daarover nadenken. Maar wat die patiënt nou echt nodig heeft, en dat die patiënt ook verandert, Arco. Ik bedoel, ik hoef over 30, over 40, 50 jaar niet in een verpleeghuis zoals dat er nu is. Maar we bouwen nog steeds voor miljoenen aan nieuwe verpleeghuizen op dit moment. Die waarschijnlijk straks leegstaan. Dus we moeten met elkaar veel adaptiever worden. En dat is niet alleen, en je gaf het al aan van, nou, de scholen moeten adaptiever worden. We moeten kijken hoe we mensen zo opleiden dat ze ook makkelijk kunnen transformeren. Dat ze de waarde kunnen uitdragen, maar dat niet in een soort keurslijf zit. Want ik ben wijkverpleegkundige, dus ik mag niet dat doen. Maar jij bent wijkverzorgende en die doet dat. Dus dat taakgerichte moeten we loslaten. We moeten echt patiëntgericht gaan organiseren. En de urgentie is dan wel zo groot dat we het ook echt anders moeten doen. En ik denk dan, als jij een organisatie bent die het lef heeft om het ook anders te doen, echt voor die waarde durft te gaan, die misschien de zorgverzekeraars op je nek haalt, de inspectie misschien verder voor de herfst aan rammelen, maar dat je wel de millennials, de grote groep jonge mensen die echt anders naar werk kijken, met bakken tegelijk kunt binnenhalen. Ja. En doe dat dan ook samen in een regio. En ga niet de vliegen bij elkaar afvangen. Wat jij zegt, deel kennis met elkaar. Maar deel ook expertise in een regio. Ga niet werknemers bij elkaar wegjatten. Maar zorg ervoor dat je niet alleen je eigen stoepje schoonveegt. Maar dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor een schone straat. Zeg maar. Ja. Je noemt de zorgverzekeraar. Zou die ook een rol kunnen spelen in deze verandering? Het zijn natuurlijk toch de partijen die uiteindelijk op de een of andere manier de rekening betalen voor de meeste zorginstellingen. Hoe zouden die een rol kunnen spelen in deze verandering? Ja, nou ik denk, maar dat is ook een beetje heel zwart-wit gesteld misschien, maar ik vind echt dat zij een andere rol moeten hebben. En ik zou veel meer willen uitgaan van patiëntenreizen. En de patiëntenreis gaat verder dan alleen maar patiënt zijn, maar het begint ook als je nog burger bent. Maar als je patiëntenreizen met elkaar kunt gaan formuleren. En bijvoorbeeld naast of borstkanker, dan kan je kijken, oké,
De huisarts, daar begint de reis. Dan ga je naar een internist. Dan word je behandeld. Dan ga je nazorg naar de huidtherapeut. Die zorgt ervoor dat je lymfe en uitdeemtherapie krijgt. Je gaat naar de fysiotherapeut, naar de diëtiste. En dat je veel meer vanuit het perspectief van de patiënt gaat kijken. Maar hoe ziet die zorg er nou in een regio goed uit? En dat je dat ook gaat financieren. Maar zolang de financiering blijft zoals die nu is, zie ik die verandering naar mondjesmaat ontstaan met kleine pilots. Subsidie hier, subsidie daar. Maar als je niet rigoureus durft door te zetten met een visie op de lange termijn, op de visie op van hoe gaan wij met zorg om, lees gezondheid, positieve gezondheid. Als dat niet onze visie wordt, dan is het, wordt het heel lastig. Maar niet onmogelijk, want ik blijf een positieveling. Ja. Maar ik zou zeggen, laten we patiëntenreizen pakken en dan kan je de Kaplan bundle payments onderleggen als voorwaarde. Dan kunnen we mensen inzetten op waarde in de reis van de patiënt. Op al die stationnetjes waar die patiënt aankomt. De reis die je zelf wil. Met deskundigheid van ons, dus met een OV-routeplanner erbij. Maar dan blijft het wel de energie van die persoon die ziek is. En dan kom je bij de cirkel waar ik mee begon. Ja. Eigenlijk is het nog belangrijk. Ik zou er wel aan willen toevoegen dat er nog een verschil is tussen ten opzichte van de langdurige zorg. Want ik denk dat een zorgverzekeraar is vrij makkelijk in te stappen in een expeditie à la, zoals je straks beschreef, in de langdurige zorg. Omdat het ook direct een link heeft met de zorgkrapte, die er misschien wel bottomline niet echt is. Omdat de cliënt iets anders nodig kan hebben dan puur alleen de mensen die we van oudsher gewend zijn te zoeken op de arbeidsmarkt. Toevallig morgen is het congres zorgkrapte in Veenendaal. Daar hou ik ook een verhaal en daar is het ook echt mijn pleidooi. Maar eigenlijk is er geen zorgkrapte, maar wel als je vanuit je oude paradigma gaat kijken. Ja, dat sluit misschien aan op enkele vragen die we inmiddels hebben gekregen. Twee van Alexandra en eentje van Jaap. De eerste vraag van Alexandra is, hoe kan ervoor gezorgd worden dat managers hun verworvenheden durven los te laten? En Alexandra, bedoel jij met verworvenheden dan zaken als hun emolumenten, hun goede arbeidsvoorwaarden, hun status? Is dat wat je bedoelt? Misschien dat je ja of nee kan typen. Je mag ook je microfoon aanzetten, dan kan je de vraag zelf stellen. Oh ja, is antwoord ja. En de tweede vraag van Alexandra is, hoe kunnen bruggen gebouwd worden tussen de afzonderlijke eilandjes die bestaan in de zorg? Eerst even de eerste. Joris, hoe kunnen we zorgen dat ze dus hun verworvenheden wat los durven laten? Ja, die parallel kun je ook trekken naar ondersteunende diensten. Er zitten allerlei mensen die hebben vaak, ik noem het dan vrij flauw, een baantje. Terwijl er zijn ook mensen die het echte werk doen. Dus die hebben ook een bepaalde verworvenheid. Wat ik nu ook laatst heb gedaan, is dat er eigenlijk gewoon een dagdeel een sessie hebben georganiseerd. En niet op het, zeg maar, op de neocortex, op de ratio, maar puur op je limbisch systeem om te voelen, waar hebben we het nou over? Word jij dan nu niet warm van wat we beschrijven, heb je misschien niet de juiste plek. Dat is een hele boute uitspraak. Ja, dat doe ik vrij bewust. Want op het moment dat mensen denken, nou, ik schuur wel een beetje mee in de marge en dan zien we wel hoe ver het komt, heb je niet die backing die je eigenlijk nodig hebt op het moment dat er toch iets niet helemaal zo lekker loopt. Dus staat hier iemand echt achter en vind je het een uitdaging om jezelf op lange termijn overbodig te maken? Niet om jezelf fysiek echt overbodig te maken, maar wel om vanuit dat denkkader naar je werk te kijken. Want dat betekent het per definitie dat je de autonomie van de ander aan het vergroten bent. Ja. En dan komt het misschien je werk veel meer te liggen op, hoe zorg ik er nou voor dat mijn team normaal kan doen, in plaats van al zo gek met al die toestanden, dan ben je meer een hitteschild naar buiten toe. Maar op korte termijn heb je ervoor te zorgen van, ja, hoe kan ik nou mijn eigen positie overbodig maken? Als je dat een uitdaging vindt, dan doe je mee. Vind je het dan spannend worden? Prima, gaan we je ook helpen. Dus prima dat je verworvenheden hebt, maar waarom is de organisatie er überhaupt? Dat is niet omdat jij een manager kan spelen. Nee, precies. Het is leuk dat Sabine Schild al reageert met twee hele mooie stukjes op Alexandra. Ze zegt, Alexandra, het bruggen bouwen buiten de schotten durven kijken kunnen we bereiken door het verminderen van handelingsverlegenheid. Een mooi woord, bijna een titelwoord. Handelingsverlegenheid. Dankjewel, Sabine. Dat kunnen we bereiken door eerst binnen de organisaties anders te werken, ruimte geven, vertrouwen geven. En vervolgens zegt ze, wanneer medewerkers deze ruimte vanuit een organisatie ervaren, is het makkelijker naar buiten te stappen. Tegelijkertijd heeft het alles te maken met lef. Patiënt centraal stellen,
laten zien wat er nodig is aan bijvoorbeeld financiering. Om die zorg en ondersteuning te leveren. Ja, helemaal eens Sabine, want ik heb ooit van Peter Drucker geleerd, culture eats strategy for breakfast. Een strategie gaat pas werken als die bij je cultuur past. En anders is de cultuur dominant. Ja. De tweede vraag van Alexandra was, hoe kunnen bruggen gebouwd worden tussen de afzonderlijke eilandjes? Die wil ik even bij Sabine neerleggen. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kun je die bruggen bouwen tussen de eilandjes? Nou ja, wat Sabine eigenlijk ook aangeeft in haar eerste of in de tweede reactie van ook naar buiten durven gaan. Hè? Als jij autonomie voelt en ervaart en je gaat echt voor die patiënt. Dat betekent dat die patiënt ook in huis gaat als je in een ziekenhuis werkt. Dat betekent ook dat je contact moet hebben met die wijkverpleegkundigen. Dus dat je eigenlijk op basis van inhoud ook het contact al legt. En daar begint het dan mee. En heb jij het lef om buiten de klapdeuren van jouw afdeling te kijken? Hè? En het gaat zelfs verder in een ziekenhuis. Durf je naar een andere afdeling te kijken? Dus we moeten ook wel weten wat de beginsituatie is. Dat zijn vaak nog beginsituaties in ziekenhuizen, dat mensen elkaar in een ziekenhuis niet eens kennen. Dus als je uitgaat van die patiëntenreis, hè, nogmaals, patiëntenreis, misschien niet een goede woord, maar customer journey, de profit kennen ze dat al veel langer. Als ze daar niet op gestuurd hadden, ben je als bedrijf failliet. Hè? Dan weet je ook al, ja, toch Arco, jij kijkt absoluut. Op de profit, ja, ook, ja. Waar zijn mijn klanten? Ja. De customer journey dwingt je over je klant, in dit geval patiënten, cliënten, na te denken. Dan ga je inleven in hun belevingswereld en wat ze eigenlijk doormaken. En hoe je het beste met ze kunt communiceren. Absoluut. Juist. En dat gegeven, dat komt dan langzaam maar zeker in de zorg ook aan de orde. Ook bij zorgverzekeraars, ook bij bestuurders. Ik vind het allemaal heel interessant. Dat betekent dus dat we ook als professional het lift moeten hebben om onze tradities los te laten. En ook met die patiënt mee te gaan kijken. Wat gebeurt er na je opname? Kan ik de overdracht doen? Kan ik eens mee naar huis om te kijken hoe? Dus dat bruggen bouwen, dat begint ook in verschillende lagen weer. Dus dat is 1. Hoe ga je als professional daarmee om? Voel je je echt verbonden met die patiënt? Voel je verantwoordelijk ook na die klapdeur? En hoe doe je dat dan? En hoe ga je een netwerk, een zorgnetwerk opbouwen in de regio waar je zit? En dat opbouwen van dat zorgnetwerk, ja, en die patiëntenreis daar dan in, ik denk dat dat de toekomst is. En dat dat op basis van die inhoud ook wel gelegitimeerd kan worden. En als dat dan in een pilot wordt uitgezet, en je kan ook laten zien dat het daadwerkelijk het effect heeft op een beter resultaat, een snellere genezing en ook kostenbesparing, dat wordt ook al in de triple aim, dan wordt het ook voor alle partijen interessant. Nou, ik geloof zo in de kracht van die patient customer journey. Als je daarna kijkt en ook van professionele lef hebben als professional om uit die schaduw te stappen en voor die patiënt te gaan staan. Ja. Dat hebben we volgens mij nodig. En dan kunnen we echt die brug bouwen. Ja. Nou, de hele mooie laatste vraag. Dat hebben we nog 1 minuut van Jaap. Zijn vraag is het gedachtegoed van Ricardo Semler makkelijk te implementeren in de profit sector? Is het makkelijker te implementeren in de profit dan in de non-profit? Hij heeft bewezen dat levelen tonen loont. Nou, onze eigen ervaring is dat het misschien wel juist andersom is. Dat het juist bijna makkelijker is om het in de non-profit te implementeren. Omdat het is een enorm waardegedreven manier van werken, Jaap. Het is juist waar mensen gepassioneerd zijn, hè? Gepassioneerde vakmensen. Wij noemen dat eigenlijk ambitieuze idealisten. Daar werkt zelfsturing misschien wel beter dan in de rigide structuur van een commercieel bedrijf. Hè? Want dat is vaak meer rigide dan je zou denken. Grappig ja. Genoeg. Maar ik vind het wel leuk, Joris is gecertificeerd Simcostijl consultant. Hoe jij er tegenaan kijkt, Joris? Ja, eigenlijk als je een profit sector even parallel trekt aan, we hebben een boekjaar van 1 jaar, waarin we op het eind van het jaar het dividend willen maximaliseren voor onze stakeholders, merk je dat Semcostijl heel erg lastig is. Tenzij diegenen die uiteindelijk om hun dividend verlegen zitten, hier helemaal achter staan. Wat is namelijk het geval? Op korte termijn is dit niet de meest efficiënte manier van organiseren. Ik vraag mensen vaak in een sessie, doe je ogen dicht en ga naar een plek waar je nou het allerliefste wilt zijn. Nou, dan komen ze eigenlijk met 2 antwoorden, of thuis bij de kinderen, of op een bounty-eiland, of in ieder geval op vakantie. In ieder geval, de plek waar jij het allerliefste bent, is vaak niet de meest efficiënte plek. De plek waar men vaak het liefste is een beetje chaotisch, is een beetje rommelig, is niet zo heel efficiënt. Als je dat gaat relateren aan, ik wil mijn winst maximaliseren, ga je natuurlijk alles op efficiëntie gooien. Dat betekent dat daarin misschien niet altijd
ten goede wordt gedaan aan het werkplezier van een medewerker. Tenzij je een CEO hebt en stakeholders die snappen dat het bijvoorbeeld à la Coolblue juist heel erg loont om het op de langere termijn te gieten. En juist je mensen onderdeel te maken van je organisatie. Dus in de zorg is het veel makkelijker om te zeggen, als je medewerkers als medewerkers behandelt, zeg ik vaak, sta dan niet raar te kijken als je medewerkers krijgt. Dat gaat daar relatief makkelijk, omdat de connectie met de klant echt ontzettend hoog is. En dat kan in de profit ook, op het moment dat je ze misschien veel meer als compagnon inricht of als partner. En wat ik mooi vind aan Alain Drosten bijvoorbeeld, is dat hij op de eerste dag iedereen een sleutel gaf. Ja, absoluut. Dus het begint bij vertrouwen. Wij merken zelf ook inderdaad, als je met het juiste team op een integere manier aan je doelen gaat werken, dan wordt in één keer de volgende generatie belangrijker dan het volgende kwartaal. En dan ga je pas echt verschil maken. En uiteindelijk word je dan op de lange termijn ook als commerciële organisatie succesvoller. En dat is wel precies wat Ricardo gedaan heeft, wat gelukkig in de rest van de wereld ook steeds vaker gebeurt. Het is inmiddels 17 minuten over 9. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor de tijd die je genomen hebt om dit bevlogen webinar mede mogelijk te maken, Sabine en Joris. Hartelijk dank daarvoor. Ik wens jullie waanzinnig veel succes met jullie missie om die patiënt centraal te stellen. En het is mij volkomen duidelijk dat jullie daarmee beginnen, zeg maar, bij de organisatie, om het anders te organiseren. Wat we ook kunnen doen, we zullen het niet nalaten om jullie erbij te helpen. Ik wil alle kijkers van vanavond ook hartelijk danken voor jullie ook de tijd hebben genomen om dit webinar bij te wonen.